Ik heb geen idee wat het betekent, maar ik zie ze heel vaak in het water liggen. Met, Hoe lang al? Nou, dit jaar zeker al. Vorig jaar volgens mij ook al. Nee, ik heb geen kokosnoten gezien. Maar je hebt wel eens rituelen gezien nu. Ja, dat wel. Maar weet je wel, dat er een hoop vrouwen achter elkaar en dan zo'n dingetje bij je tingelingeling, weet je, belletjes en een trommeltje. En dan gingen ze verder bij die boom. En dan gingen ze onder elkaar in de rond te staan. En een bakkie en een geldstukje eronder. En dan gingen ze preken en doen. En dansen. En dan gingen ze weg. Wij Hindoes, ja, geloven als we bepaalde rituelen hebben gehad, moeten wij in het water gooien. En sommigen kunnen staan en denken van, hey, wij gooien onze rituele dingen, wat ze hebben gedaan, gooien het in het rivier. Je moet het rivier ook gooien, want het moet naar de zee toe. Ja. Want het zijn al je problemen, al je stress, al je zorgen, dat mee moet varen naar de zee toe en je wordt ontzorgd als het ware. Ja, iedere week halen die wel een stuk of 3-4 uit het water, hoor. Ja, en het is een wit zakje en dan zit met citroentjes. Kleurstof. Kleurstof, ja. Ik weet alleen niet wat voor kleur. Ja, het is een ritueel van Hindustanen. Maar wat precies weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik vind het wel leuk. Ik weet niet of er nou nog melk in zit. Nee. Het is droog. Oh ja, er zit nog melk in. Maar hij had er veel meer. Ik weet niet wat hij ermee gedaan heeft. Misschien op marktplaats gezet. Ja, wie weet. Misschien schuift het wat. Ja. Jammer dat er nou niet eentje in het water ligt, hè? Nee. Niks? Nee, dat zou je net zien, hè? Nee. Nee. Houd maar in de gaten dan. Ja, ik zal het in de gaten houden. En wat moet ik dan doen? De krant bellen. De krant bellen is goed. Ja, dat is goed. Hé, Mikey? Gaan we het doen, hè? Ja.